Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken zegt de zorgpunten van de actievoerders tegen het bewind van de regering te snappen. Hij stelt dat de protesterende massa die sinds afgelopen maandag hun misnoegen uit, alle recht heeft dat te doen. De minister sprak journalisten toe bij het kabinet van de vicepresident. Dit is niets nieuws. Wij begrijpen dit. Maar wij moeten beter begrijpen zelf waarom dit gebeurt. Er is een reden waarom geen enkele regering wil een IMF-programma uitvoeren. Elke regering wil aan de macht komen en overnemen een gezonde economie, een gezonde begroting en al dat soort dingen. Dat hadden we niet. Dus wij moesten eerst orde op zaken stellen. En dat betekent heel nadrukkelijk dat je bepaalde zaken had moeten doen. Het is pijnlijk, we hebben dat vaker gezegd. We moeten die pijn zo min mogelijk laten voelen in die samenleving. Daar ben ik het mee eens. Maar een IMF-programma is onderdeel van het traject. Dus ja, wat kan je er nog meer over zeggen? Dat ik begrijp de zorg, de bezorgdheid ook, de problematiek. En wij zullen zoveel mogelijk proberen de pijn te verzachten. Ramdien zegt verder dat de samenleving de huidige situatie beter zal begrijpen als zij weet uit welke financieel-economische situatie ze komt. Dit zal ook maken dat de gemeenschap beter met de situatie zal omgaan. We zijn goed op weg, laat ik duidelijk zijn. We zijn goed op weg om de economie op een goede voeting, op een goed voetstuk te plaatsen. Die onderbouw moet er zijn. We hebben schulden gemaakt. We hebben 4 miljard schulden gemaakt. Dat is bijna 160% van wat we verdienen per jaar in het hele land. Zoveel schuld hebben we. Die schuld gaan we niet terug kunnen betalen in een jaar tijd. Want dat betekent dat we niks moeten doen. Dan moeten we geen salarissen betalen en geen ontwikkelingsprojecten doen. We betalen salarissen. We hebben de sociale voorzieningen verhoogd. Sommigen met bijna 2000%. Dus ik geloof dat men wel moet begrijpen in wat voor situatie we zitten. Minister Ramdien stelt dat er niet gekeken moet worden naar wie schuldig is. Hij merkt op dat de bedoeling is dat er samengewerkt moet worden aan een degelijke oplossing. De bewindsman benadrukt dat het IMF-programma verder zal worden afgewerkt en waar nodig zullen er verzachtende maatregelen komen.